Welkom op onze viering van 15 jaar filosofiereizen. We waren een paar jaar voordien gestart op Urania met het concept astroreizen, thema's rond astronomie. En dan op een zekere wet hebben we elkaar terug wat beter ontmoet op een astroreizen. Het was in Guadeloupe dat wij op reis waren. Dus onze verhuisdienstreis in 1998. En Gerard zei tegen mij, sprak mij over dat concept. Zouden we zoiets niet kunnen uitwerken rond filosofie? Plato. Syracuse, we zitten met dat idee. En wou Plato, Plato, dat fascineerde mij ook al, gaan lezen. Wie gaat daarop afkomen? Laat het dan werk dragen. Hij heeft dit hier Guadeloupe georganiseerd. Dus, dat Syracuse was de bedoeling, maar ik was eigenlijk heel koppig. En ik heb gezegd, dat is goed, ik weet een goede plek in Zuid-Kreta. En nee, zeg maar, ik wil dat Syracuse. Ja, dat is goed, maar we gaan naar Kreta. 15 jaar geleden zijn we begonnen met de lezing van een tekst van Plato. Waar we de Timaeus van Plato zijn gaan lezen. Het tweede onderwerp na Plato. Dan kwamen de pre-Socratici aan bod. Naast deze gedachte over tijd zijn we ook gaan kijken naar de opvattingen van de moderne wetenschap. Zo'n Tenerife, onder de fenomenale sterrenhemel. En daar hebben we met Gerard een aantal keren ons verdiept in de moderne cosmologie. En we hebben de theorie van Einstein bestudeerd en de opvattingen die daaruit voortvloeien. Wat we hebben een reis gedaan met Gerard Bonnefeu naar Mars. En op Saturnus. De meest Martiaanse plek op aarde, en dat is de Namib-woestijn in Namibië. En in het spoor van Spirit and Opportunity hebben we het landschap van Mars verkend. Een tocht gedaan door Italië, vanaf Venetië via Padua, Bologna, Firenze tot in Pisa. En dan weet je dat we de voetstappen van Galileo Galilei gevolgd hebben. En vooral de figuur van Johannes Kepler heeft ons gefascineerd. In Praag. De filosofiereizen die aanvankelijk begonnen waren puur filosofisch, zijn uiteindelijk ruimer gegroeid. Ook is het nodig de wetenschap binnen de bredere context van onze cultuur te plaatsen. En daarom hebben we gezocht naar het verband tussen wetenschap en religie. Wetenschap en muziek. Met onze muziekreizen zijn we in de tijd gestart in een combinatie van de muzika met de fysica. Maar zoals Leibniz zei, de muziek is een onbewuste oefening in de rekenkunde. We zijn op reis kunnen gaan met Sigiswald Kuijken, zijn echtgenoten en zijn hele familie. En dan verschillende bestemmingen vanaf Italië. Wetenschap en literatuur. Ik denk met plezier terug aan die prachtige reis naar Montreux. Hebben we een linkje gezamenlijk gaan lezen in Dostojevski's Gebroeders Karamazov. En blijkbaar was dat een succes, want we zijn 26 maanden gekregen. In totaal heb ik eens geteld, hadden we 711 deelnemers. Sicilië hebben we dat toch eens gedaan, na een paar keer in Kreta. Tagoreccio en Proceno, dat zijn dan onze muziekbestemmingen geweest. In vele jaren zaten we in het prachtige kasteel van Tagoreccio. In Proceno hebben we daar nu net de vierde reis achter de rug. Het was een ambitieus programma. En het zal in zijn volle omvang en diepte nooit helemaal gerealiseerd kunnen worden. Een feestige gelegenheid vereist ook meer en dat zorgt ook voor een nieuwe bestemming. De schoonheid wordt het directe punt van aandacht in het programma voor volgend jaar. Weinig mensen hebben zoveel liefde voor wetenschap als Gerard. We zullen gaan bekijken vanop het eiland Naxos in de Cycladen. Over de esthetische voldoening die wetenschap geeft. 15 jaar filosofiereizen en zeker heel wat eerder naar Gerard Bonnefeu. Maar hij zegt, ik zal wel altijd een probleem hebben met de tijd. Letterkapotkunstenaar Jos Brabant, zo'n kunstwerk van ons gemaakt, speciaal voor deze gelegenheid. Dit doet eigenlijk de tekst ook mee lopen. Hier gelezen. En je zou de tijd kunnen laten lopen in die cirkel, maar de phi volgt, de vorm van de onderwerp, de hier. We gaan volgend jaar terug naar Kreta. Op een zeker moment zo'n succes dat anderen dat ook begonnen te zien. Meer bepaald Davidsfonds.
Wat betreft Sigiswald en Marlene Muziekreis gaan we volgend jaar terug. Terugkijkend op al die reizen die Werner daar straks heeft getoond, zien wij toch vooral veel mensen om te bedanken.